Yo mensen, tof dat je naar deze video. Mijn naam is Wesley van Westboy1999. Met vandaag weer de nieuwe Excelsior Queer Mode, de bij mode bij Excelsior. En vandaag hebben we een hele, hele belangrijke wedstrijd voor ons als spelers zijnde. Tegen een grote club, één van de top drie ploegen, dat is Ajax. En we gaan natuurlijk hopen dat we echt ons kunnen laten zien tegen Ajax. Dat we Ajax pijn kunnen gaan doen op 7... 7 augustus 2022 is het. Ajax Excelsior. En we gaan kijken wat wij kunnen doen in de arena. Kunnen wij winnen van Ajax? Laten we het hopen van wel. Dat wij ons voor onze vorm kunnen vast blijven houden. Tot nu toe, de vorige wedstrijd, de eerste wedstrijd in de hele divisie, deden wij het goed. Dus gaan we nu hopen op een goede tweede wedstrijd. Hier zien we ons opkomen in de arena. Ik hoop natuurlijk ooit als Feyenoord-speler. Tegen Ajax in de arena binnen te komen lopen. En dat we dan Feyenoord kunnen helpen. Maar goed, het is nog een lange weg te gaan. Fokker, in ieder geval met onze eerste voorzet. En ook gelijk raak. Binnen 10 minuten de perfecte voorzet van ons. En dan is het uh, de spits die hem af mag maken. Dan is het 1-0 voor Excelsior. En zo staan we dus vroeg op voorsprong in deze wedstrijd. 1-0 of 0-1 kun je beter zeggen. We geven de bal perfect voor. Dus het een soort alias, alias van Persie. En dan is het uh, de 1-0 voor Excelsior. Door uh, Milovanovic. Milovanovic dus met de 0-1. En Ajax moet gelijk weer de aanval zoeken. Taric. Taric. Op jacht. Moet terug naar achteren. Naar Bessie. Taric. Het is dus even zoeken voor Ajax. Of ze, hoe ze de bal naar voren krijgen. Davy Klaassen. Weer. De bal zit Klaassen. Bobby. Krediet. Greenetisch Of ja, hele lastige naam, in ieder geval maar uit te spreken. Maar Ajax zit bij veel de bal er zit. Ocampos. Campos. Campos op zoek naar de ruimte. Komt daar een kans voor schieten? Voor ons nog niet. Ajax wacht er lang mee. Koedus. Schot geblokt. Kunnen wij er nu uitkomen? Nee, dat komt er toch nu wel Kunnen we daar uitkomen. Oké. Okay. Nu hebben wij daar de bal. Kunnen we de bal goed naar voren meegeven? Ja, de paasjes komen daar wel aan. Alleen raken onze spelers daar de bal weer kwijt. En zo is nu weer de omschakeling van Ajax. Of toch weer niet. Weer Excelsior. Wij hebben nu weer het bal bezet op die flank. Kunnen we die bal voorgeven? Ja, met perfect lopje geven we die bal voor. Dan komt er misschien een ka Ja, niet goed teruggespeeld. Dus is het uh, nog steeds 1-0. En gaat die aanval, komt die aanval er dus niet. Minuut 22. 0-1 nog steeds voor Excelsior. Wesley, hier hebben we weer de bal. Een goede paas. Ja, de kaatsen zijn niet goed. Dat is het nadeel. Kaatsen over en weer gaan niet helemaal lekker. Waardoor het bal op dus snel weer voor Ajax is. Nou, Wij hebben de bal nu weer onderschept. Nu moeten de kaatsen goed uitvallen. En die komen nu goed. En dan deze is dan ja, weer wat minder. Waardoor de verdediging de bal heeft. En wij de bal dus weer kwijtraken. Nu we weer voor Ocampos en uh, Kourous. Bobby. Oppassen nu voor Excelsior. Bobby. Ocampos. Al wordt naar achteren gespeeld. Opbouw van Ajax. Excelsus, is het wel Ajax uh, dicht als Ajax in aan, als, als in aanval komen. Excelsus gaat daarentegen goed te verdedigen. Fokker, hier hebben wij de bal weer. Proberen we de bal langzaam naar voren te krijgen. Ja, de kaas is weer niet goed. De bal weer voor Ajax. Klaassen. Tadic. De flank nu richting Bessie. Dan kan Excelsior die uh, aanval voorkomen. Davy Klaassen. Brobby. Komt er niet aan. Excelsior onderschept. Dan kunnen wij weer de aanval creëren. Zo vlak voor rust. Weer, die, die, ja, weer de paas niet goed. Ze zijn, zijn, ja, zijn echt slordig in de aanval. Uh, in, de, ja, in de kaatsing. Daar moeten, we echt, uh, daar moeten ze echt aan werken. Wij als spelers zijn er hopen maar dat we het goed gaan doen. Hier nu aan de bal. Wij gaan in ieder geval op zoek naar een goede kaats. Een goede medespeler. Hier binnen door proberen we te gaan. Hier komt misschien dan een serieuze kans voor een 2-0. De paas is goed en de kopbal alleen niet van ons. We raken hem niet goed. Ze blijven dus uh, nog 1-0 voor Excelsior. Hadden wij de kans op een uh, 2-0 voorsprong, maar we weten hem niet binnen te, te tikken. Met het hoofd. Davy Klaassen. Koelus. Het is uh, nu weer Ajax die uh, de bovenhand voert, de aanval opzet. Zo vlak voor rust probeert Ajax naar een gelijkmaker te gaan. Sanchez. Sanchez, druk wordt gezet door Excelsior. Kourous. Toch blijft Ajax met de bal zitten. Dit is geen buitenspel, maar we hebben ook de bal dus. Dat gaat die avond niet door. Maar ja, de eerste zit er ook op. Zouden ze rustig bij een stand van 1-0. Gaan we kijken of wij de tweede helft goed uit de startbakken kunnen gaan komen. Hier in minuut 57. Lijkt dat wel te gaan gebeuren, want het is de voorsprong van 2-0. En we hebben die paas weer gegeven die er niet in zit. Maar goed, we hebben wel de paas gegeven. Onze tweede assist. En 2-0 dus voor Excelsior. Wij zijn belangrijk met de Pasen en met de voorzetten. Als vleugelspeler moet je dat ook wel zijn, natuurlijk. Het Utrecht zijn wij goed bezig. Met de voorzet 2-0 voor Excelsior. Goed begin van de tweede helft. Nu het 60 ondertussen al. Fokker. Proberen wij misschien zelf ook een keer een doelbe te maken. Ja, als de speler voorin een loopt, dan geven we gewoon die voorzet natuurlijk. leider is ook mooi, natuurlijk. Kan Excelsior nu eruit komen? Wij proberen het dan maar even van afstand. Maar die bal in de handen van uh, Kronbrugge. Een hele aparte naam bij Ajax. Die ken ik niet. Op de bal zit in ieder geval nu voor hier voor Sanchez. Minuut 65. 2-0 voor Excelsior. Timber. Goed onderschept. Daar staan wij goed tussen. Kunnen we daar naar uitkomen? Kunnen we voor ons moeten gaan? Daar gaan we wel voor, Fokker zelf. En dan de redding en de rebound op de paal. En dan is het een doeltrap. Tussen nog 20 minuten te gaan. 2-0 Excelsior nog steeds. We wij weer eruit te komen. Geven we wel de goede paas. En uiteindelijk in de handen van de doelman. zo gaat Ajax weer de aanval opzetten. Tenminste, dat zou je zeggen. Maar ze doen het nou. Nou doet Ajax het zorg in de kaatsing. En nu hebben wij de, de tweede helft meer, meer de bal zit dan in de eerste helft. Goeie paas. Fokker. Krijgen we de bal weer terug. Ja. Gaan wij schieten. De redding. En dan komt er misschien een rebound. En die gaat erin. Het is 3-0 voor Excelsior. Die rebound zit erin. En het is 3-0. Wij mochten hem, konden hem helaas niet maken. Toen kwam de redding nog. Maar uiteindelijk is het dan toch 3-0. Uit de rebound. En zo lijkt het een verrassende overwinning te worden voor Excelsior. De eerste helft was de hele eerste helft eigenlijk voor Ajax. Tweede helft. Of was Ajax degene die de kaatsing niet goed deed en zo. Ja, is het dus 3-0 geworden voor Excelsior. Steven Bergwijn erin gekomen voor Robbie, Maar dat maakt, niet, dat maakt niet meer uit, denk ik. De wedstrijd zit erop. We winnen met 3-0 tegen Ajax. Doen we dus goede zaken hier in Amsterdam. Hier de weinig uitsupporters die er zitten. Maar we gaan hopen de volgende wedstrijd ook zo'n goede wedstrijd te spelen. Ook die gaan wij zo meteen nu spelen. De volgende wedstrijd. Twee wedstrijden in de aflevering. In de Speler Square mode en we gaan zien hoe deze wedstrijd gaat worden. We natuurlijk de final career motor, Zoals jullie van mij gewend zijn. NEC is de volgende wedstrijd die, die eraan komt. We gaan wel weer een training doen. Nou hier kunnen we nog niks van kopen. Ik hou het wel in de gaten. Mochten we dat kunnen kopen dan doe ik dat gelijk. Dat zou qua punten ook dan omhoog gaan. Natuurlijk nu even een training. Even kijken. Een booster training. Huppakee. Dan gaan we weer langzaam meer. Hopelijk richting een meer algemeen toe. Um, en nu is de volgende wedstrijd tegen NEC. We gaan het zien. Of wij of doelpunten kunnen maken. Of goede assisten kunnen afleveren. Uh, we gaan het hopen. We gaan het zien. De wedstrijd hier. Komen de spelers uit de bus? De man die de vorige wedstrijd belangrijk. Of die, die heeft zes doelpunten gemaakt in de laatste drie wedstrijden. Dus hij is goed bezig. En we gaan kijken hoe hij het doet in deze wedstrijd. Excelsior wel voor het eerst de aanval. Maar NEC heeft de bal dadelijk onderschept. Zo is de bal nu weer voor uh, de Nijmegers. Dat is een NEC is even op zoek naar de ruimte. Kan ik zelfs zo sure dat uh, onderscheppen? Voor ons nog is het uh, het hele weer getik van uh, NEC. Een beetje de opbouw zoeken. En dan is de hoop voor onze verdedigers dat ze er snel tussen kunnen komen. Ook Wesley verdedigt en drukt, uh, ja, drukt goed mee. Het goed mee. Daar hebben wij de bal ook onderschept, dus maar is het wel de ingooi voor NEC. Ingroei genomen richting Lasse Schöne, Komikal, Tafsan. Nog steeds is het uh, NEC. Dus uh, ook net zoals bij Ajax eigenlijk dat uh, NEC nu de eerste helft tot nu toe het meeste bal bezit heeft. Zoals Ajax het ook had in de eerste helft. Deze wedstrijd gaat gelukkig net naast. Nu de 33, nog steeds dus die 0-0 stand. De brilstand ook wel genoemd. Men de C die het voor ons nog knap volhoudt. Het eigenlijk nu Excelsior de bal onderschept, kunnen we nou een goede aanval creëren misschien. De ballen komen goed uit. De bal naar voren is goed uitverricht. Nou lopen wij daar ook. Voor. Ja, goed, kunnen we de bal misschien voorgeven voor een doelpunt. We geven de bal voor. En het is de 1-0 voor Excelsior. En het is het volgens mij de man die in de gaten gehouden werd vooraf aan de wedstrijd. Die hem nu scoort. Het is 1-0. Voor Excelsior we hebben het einde van deze eerste helft. Einde goed voor Excelsior. Wij geven weer assist. En de perfecte 1-0 is het. Dus zo staan we voor. En gaan we hopen op meer. Doelund. De seconden minuut loopt. De eerste is al bijna voorbij. Dus een 1-0 voorsprong voor Excelsior. Doelund. Uiteindelijk is het de ingooi voor Excelsior hier. Kunnen wij de bal krijgen? Ja, Wesley. Goede steekpas op onze medespeler. De bal terug, dat zou mooi zijn. Nu staan we alleen buiten spel, dus dit gaat niet door. En dan is de vrije trap voor Excelsior. Eh, uh, voor de NSC, sorry. Excelsior die de druk goed zit. Wij zijn goede tackling. Wel weer een ingooi voor uh, NEC, maar dat maakt niet uit. We hebben wel de aanval, de aanval uit de aanval gehaald. Zo, aan het einde van deze eerste helft. Hoeveel extra tijd gaan we krijgen? Ik denk niet veel. Bijna 1-0 voor Excelsior. 1 minuut extra tijd. En NEC gaat het hier één minuut nog proberen voor een gelijkmaker. Wij hebben de bal goed onderschept. En is het dus wel nog de hoekschop. Nee, vrij trap. Oké, okay, was dus niet goed onderschept. Was dus een overtreding uiteindelijk. Nou, vrij trap genomen. Weghaal nu van de bal. Goed gedaan door de verdediging. En de bal had ik opgevangen door een nec speler Dan wordt het nog spannend gemaakt. Maar de bal gaat naast. Dan zit de eerste helft erop. Gaan we kijken wat de tweede helft gaat worden. Hier begonnen in minuut 61. Waar het balbezit voor NEC is ta Marquise. Onderschept door Excelsior. Goed. Nu krijg uh, Excelsior de kans voor een 2-0. Die komt er niet. Het schot, uh, uh, schot gered door de doelman. Wesley die het bal weer teruggeeft. Kunnen we er wel dan voor geven. We geven de bal voor. Dit is een heel raar schot. En zo blijft het dus 1-0 voor Excelsior. Brandenhorst. Met de bal klem. NEC die nu weer het bal heeft. Voor zolang dat duurt. Want Excelsior heeft de bal weer gelijk onderschept. Hier krijgt Wesley weer het balbezit. Kunnen we de paas geven? op. de man die net ook het doel moet En nee, we gaan zelf maar de handen weer van Brandenhorst. Laatste 20 minuten. 1-0 voor Excelsior. Laatste Schöne. Excelsior weer met de druk op de spelers van NEC. Bij nog steeds maar 1-0. Tegen Ajax kwam het ook laat tot ontbranding. Gaat dat nu ook zo zijn? Wesley, kunnen we nu weer een goede paas geven? Die paas geven we, dan moet het 2-0 worden en dan wordt het ook 2-0. En dan is het weer dezelfde doelpunt te maken als eerder vandaag. 2-0 voor Excelsior, het laatste kwartier. En weer is het die spits, die scoort. En weer zijn wij diegene met de assist. Met een goede paas en 2-0 dus. Ondertussen, de laatste 10 minuten. Excelsior die nu moet gaan verdedigen. Want NEC gaat eruit komen. Het schot is goed geblokt. En de bal is weer voor Excelsior. Wij vragen om de bal. Volgens ons krijgen we hem niet. Ze staan aan een hele andere kant nu. Dit is geen buitenspel. Dan kunnen we de bal voorgeven. Dan zou diegene zomaar zijn hetter kunnen maken. Want de kopbal is goed. En dan is het 3-0. En dan is het zijn hetter. Drie assists voor ons. En drie doelpunten voor hem. We vinden elkaar blindelings hier bij Excelsior. En zo staat het. 3-0. Net zoals tegen Ajax. En is het weer de spits die het doet met drie voorzetten van de flankspeler Wesley. Zo vlak voor het einde van de wedstrijd. 3-0. In minuut 81, 82 dus het doelpunt gemaakt. Perfect gedaan. Tassan van der Goed, kunnen we nog een keer uitkomen? Krijgen we wel de bal? Wesley. Kunnen we weer een goede paas geven? Ja, dat is geen buitenspel. Zou Zou sowieso zijn ze vierde kunnen maken. Dat zou wat zijn. Hij wil hem ook aan ons gunnen. Maar ja, wij staan hier nu buitenspel. Nu moeten ze zelf een eigen kans gaan. En dat wordt hem niet. Het blijft 3-0. Het had hier 4-0 moeten worden. Dan mogen we wel de hoekschoppen nemen. De hoekschop heb ook nog een beetje moeite mee in FIFA. Kijk, deze gaat ook veel te hard. Moet er nog even aan wennen. Vergeleken met FIFA 22. Ook met strafschoppen en vrije trappen is ook heel anders. Deze wedstrijd zit in ieder geval bijna op. 3-0 dus voor Excelsior. En dan doen we dus goede zaken ook hier in Nijmegen. Of nee, niet in Nijmegen, hier in Rotterdam. Onze eigen uh, thuishaven. Goede zaken gedaan in Amsterdam. Nu in Rotterdam winnen we ook van Excelsior. Ook met 3-0. Dan gaan we dus met een goed gevoel. Want uh, Milhanovic heeft zijn doelpunt mogen maken. Zijn drie doelpunten. Net zoals in de vorige wedstrijd een doelpunt tegen Ajax. En uh, wij gaan door. Maar het is heel leuk. Weer een soort ja, story tussendoor. Goed gespeeld, jongen. Goed gespeeld. En wij worden ook hier eh, ja, heel erg trots dat wij nu ook eh, mogen praten samen, de trainer. Hier zien we het. En, we willen, en ze willen hier nu spreken. Kijk, naast de trainer mogen we staan. En dan mogen we worden nog een beetje door spelers eh, gemotiveerd. En dan mogen we het interview doen naast onze hoofdcoach. Ja, we gaan het niet zien. We mogen ook geen commentaar geven. Dat is dan weer wel jammer. Ik dacht van ja, we doen het. Ik dacht het is zelfs met de persconferenties na de wedstrijd met de manager, zeg maar. Maar het is net niet zo. Misschien komt dat nog. Ik heb geen idee. Maar het is wel leuk. Uh, nieuwe toevoeging in FIFA. Ivanovic iets scoort heftig tegen NSC. Ja, natuurlijk. Onze drie doelpunten of onze drie assists zijn ook belangrijk geweest. Laten we kijken of het nieuwsberichtje erbij stond dat wij een gesprek hebben gehad over een persconferentie of een interview. Maar dat stond er niet bij. Dat is wel jammer. Uh, onze volgende wedstrijd is tegen Vitesse. In de Eredivisie. Die is dus voor volgende week zondag. Want morgen hebben we natuurlijk weer de Feyenoord Career Mode. Vitesse is de volgende tegenstander. Daarna RKC. Twee, die, die twee wedstrijden dus. En dan ga ik nog wat uh, dingen toevoegen. Wat, uh, wat doen we dat ook alweer? Uh, nee, dit, dit, dit is het overzicht. Maar er staat nog steeds niks bij. Dus uh, dat is wel... Ja, dat nou, dan maar niet. Hè. We hebben wel het interview gedaan. En ja, dat is wel uh, leuk om een keer mee te maken. Training, dat hebben we ook. En dan gaan we eerst jullie punten toevoegen. Even kijken waar ik ze ga toevoegen. Nou, hier dan eentje bij, uh, bij uh, dribbelen. En de andere doe ik dan bij schieten, denk ik. Want het is wel iets wat we ook even onder de knie moeten gaan krijgen. En de snelheid is de volgende waar we aan gaan werken. Maar goed, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Tot morgen weer bij een nieuwe Career Mode. Dan zeg ik zo, tijd is als nu. Later!